Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het zuiden is het op veel plaatsen al bewolkt, in het midden en noorden komen eerst nog opklaringen voor en kan dus ook de zon nog even schijnen vanochtend. In de loop van de ochtend en de middag neemt de bewolking overal vanuit het zuiden steeds meer toe en later volgt er ook regen of motregen. In de zuidelijke provincies kan ook vanochtend al wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt vandaag 8 tot 11 graden. De hoogste temperaturen halen we aan het einde van de middag en in de avond. Vanavond is het een graad of 11. Het is dan ook op de meeste plaatsen bewolkt en verspreid over het land valt wat lichte regen. Er waait een zuidwestenwind en die is matig en zeekrachtig. Ook morgen hebben we met die zuidwestenwind te maken. Hij is iets minder stevig dan vandaag. Verder hebben we een afwisseling van wolken en zeker op later op de dag nog wel wat zon. Het is verder zeer zacht met 11 tot 13 graden. Op zondag, met name in het noorden van het land, veel bewolking en misschien een wat regen. In het zuiden af en toe wat zon, verder worden de graad of 11. Op maandag en dinsdag is het bijna overal droog met soms wat zon. Op dinsdag is de kans op een bui wat groter. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.